Goedemorgen. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven Nederland en uit die bewolking valt geregeld regen. Dat betekent een natte boel vanochtend met misschien in het zuidoosten nog een kleine opklaring, maar daarna is het ook daar grijs. Temperaturen liggen hoog in het zuiden op 9 of 10 graden en in het noorden een graad of 8. Verder staat er veel wind, ook in het binnenland. In de middag draait de wind langzaam naar het westen. Er kunnen zware windstoten voorkomen en de regen trekt geleidelijk naar het oosten weg. In de loop van de middag gaan de temperaturen al wat omlaag. Vanavond wordt het op veel plaatsen droog en is het 5 tot 7 graden. De wind neemt dan langzaam wat af naar matig tot krachtig. Windkracht 4 tot 6. Ook morgen is het gewoon weer een winderige dag met in het binnenland vrij krachtige wind en langs de kust een harde. Eerst regent het, later klaart het in het westen langzaam wat op. Misschien een streepje zonneschijn en het wordt weer 9 graden. Zondag een graad of 8, misschien iets meer zon, maar ook dan kans op regen en veel wind. Na het weekende wordt het iets rustiger. De zon krijgt wat meer ruimte, het is wat minder nat en de temperaturen liggen dan rond 7 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.